En als je daar nou naar kijkt, dan zie je dus dat jongeren, ik heb het ook al eerder gezegd, dat die hebben belangstelling voor riskante gedragingen. Die vinden dat spannend om naar de rand toe te gaan. Die zien ook risico's, veel minder dan ouderen dat zien. Dat hoort nou eenvoudig ook, dat hoort ook bij de jeugd. Dat hebben wij allemaal, als je zo oud bent als ik, gehad. En als je nog wat jonger bent, dan heb je dat nog. En wat jongeren ook graag willen, ze willen bij een groep horen. Ze willen niet uitgesloten worden. En dat zijn belangrijke elementen, belangrijke uitgangspunten die er ook al toe leiden dat jongeren eerder geneigd zijn om naar dit soort dingen toe te gaan dan ouderen. Nog niet zo lang geleden dan waren burgers in Nederland die waren eerder plichtsgetrouw dan zelfredzaam. En nu zijn mensen veel meer zelfredzaam. Ik roep het zelf wel. Individueler, individualister. Dus ik doe dat wel op mijn manier. Niet zozeer plichtsgetrouw, wel zelfredzaam. Wat tegenwoordig ook weer anders dan vroeger belangrijk is, zien en gezien worden. Ik ben er en ik wil dat ook laten zien dat ik er ben. En als gezegd, jongeren, het zijn spanningszoekers op zoek naar intense ervaringen.